Ik ben Martin de Jong en ik woon hier in het mooie Zevenhuizen. En ik ben al 43 jaar trotse inwoner van dit prachtige dorp. En ik ben daar geboren, in die kamer hiernaast. Nou, weet je wat het is? Als je mensenmens bent en je wilt... Ik hou van mensen om me heen. Dus als ik nu naar een heel ander dorp zou verhuizen, zou ik een nieuwe sociale laag moeten opbouwen. Zou me wel lukken, denk ik. Maar toch heb je hier alles gewoon... Hè? Dat is heel, mijn broer die was 18 en die is het huis uitgegaan. Die is predikant geworden. Die studeerde in Utrecht en die zit in alle delen van het land. Die heeft dat hele gevoel niet. Ja, dat je hier gewoon altijd lekker bekend op terug kunt vallen. Veiligheid. Ik bedoel, of ja, veiligheid, dat klinkt heel maatschappelijk. Maar ik bedoel, je hebt een leuke welkom, een leuke baas om terug te komen als je ergens geweest bent en zo. Vind ik leuk. Je komt een bekende tegen, je praat even. En ik vind, ja, ik ben dan wel een honkvast en zeg van, die vaste kring, vind ik prettig. Nou, hier tegenover, die mensen komen uit Tilburg, die voelen zich hier als een vis in het water. En die zeggen van, het is hier heerlijk rustig. Ik heb hier een achterbuurman gehad, die kwam uit Dordrecht. Die zegt van, jullie wonen prachtig. Er is heel veel wat te doen hier. Veel voorzieningen, veel verenigingsvoorzieningen. En ik bedoel, van, we hebben hier een vereniging voor die contacten met de gemeente om de belangen van het dorp te behartigen. Dat is DES. We hebben hier een stichting die dus zorgt voor de promotie Zevenhuizen, SP7. En een speciale vereniging voor de ondernemers. En wij zijn nu een beetje bezig om die krachten te bundelen, zodat we gewoon gezamenlijk voor de dag komen om iets te bereiken voor het dorp. En straks hebben we de feestweek weer. Wordt allemaal door vrijwilligers opgepakt en georganiseerd. Maar ik bedoel, dat krijgt Zevenhuizen wel van de grond. Ik heb er zin in, ja. Ja hoor. Ik zou zeggen, kom eens kijken. En neem mooi weer mee.